Een gebied met buien boven de Noordzee was vanmiddag goed vanuit de ruimte te zien. Allemaal witte dotjes, stuk voor stuk buien, soms ook met hagel. En dat komt allemaal door een koude lucht op grotere hoogte. De Noordzee zelf is een graad of acht op de meeste plaatsen. Terwijl de lucht op ongeveer 5,5 kilometer hoogte ruim min 30 graden was vanochtend. Het temperatuurverschil van ongeveer 40 graden zorgde ervoor dat de atmosfeer onstabiel van opbouw wordt en er dus talrijke buien konden ontstaan. Al die buien die trokken met een noordwestelijke stroming over ons land en met name vanochtend. En in het eerste deel van de middag was het op sommige plaatsen nat. Tussen de buien door scheen wel de zon af en toe. De komende dagen dan zien we een hoge drukgebied in onze omgeving ons weer bepalen. De buiengeid neemt af en het hoge drukgebied gaat zich vestigen boven Scandinavië. Daardoor wordt het bij ons een stuk rustiger weer, maar ook de wind draait naar het oosten, waardoor koude lucht naar ons land kan stromen. De komende dagen zal het daardoor gevoelig kouder worden en de oceaanstoringen die blijven op afstand zoals het koufront boven Engeland. Vannacht gaan we die koude lucht nog niet merken. De temperatuur die daalt op de meeste plaatsen naar zo'n 2 tot 5 graden. In de opklaringen wordt het koud en kan het aan de grond vriezen, en het is zelfs niet uitgesloten dat het op een enkele plek, met name op de fietsbruggetjes, glad kan worden als gevolg van bevriezing van natte gedeelten. Morgen dan zorgt het hoge drukgebied ervoor dat het bij ons grotendeels droog zal zijn. Lokaal valt nog een enkele bui. Die kans daarop is het grootste in het zuidoosten van het land. En bij een meest matige noordwestenwind loopt de temperatuur smiddags op naar zo'n 6 tot 8 graden. De komende dagen dan wordt het echt gevoelig kouder met door de oostenwind. Woensdag ligt het s middags op een graad of 4 à 5. Donderdag is dat nog maar 3 graden. En vrijdag het, ligt de temperatuur middags nog maar net boven nul. Is er vrijdagmiddag wat meer bewolking dan sluit ik zelfs niet uit dat we de eerste regionale ijsdag sinds 17, november van, 17 maart van het jaar hebben moet ik zeggen. S'nachts vriest het op veel plaatsen licht, daarbij kan met name in de nacht naar woensdag lokaal mist ontstaan. En in andere nachten wordt de lucht wat droger en is de kans op mist wat kleiner. Al met al blijft het die dagen droog en schijnt ook af en toe de zon. In de lange termijnverwachting is goed te zien dat de wat koudere periode van relatief korte duur is, want vanaf zaterdag of zondag, in ieder geval ergens in het weekend, komt zachte lucht ons land binnen. Dat gebeurt met bewolking en ook neerslag en daardoor wordt het weer waarschijnlijk weer een groot inus bewolkt en een vrij nat weekend. Mogelijk dat er eerst nog een beetje sneeuw valt aan de voorzijde van die neerslag, maar als de zachte lucht terrein wint, dan valt uiteindelijk alle neerslag als regen. Verder ziet het er naar uit dat het in de loop van volgende week dus vrij zacht gaat verlopen, met overdag temperaturen rond een graad of 8 à 9, en s'nachts tussen de 3 en 5 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl